Answer your phone. Did you just get thrown out of a plate glass window? No. I work at a gun company across the road. Someone's got thrown out of your apartment window. I don't want to talk about it. I was actually about to call you about something else, but now I'm more interested in this. Well, try to move on. What did you need? My name's Selena Delgado. My boss, Rook, says you're some kind of freelance spy. I might have a job for you. Want to come up? Sure, bus me in. En dan gaan we. We gaan naar boven. Hup. Trapje op, nog verder omhoog. Oh jee! Oh, kijk nou dan. Ik ga niet verder omhoog. Ik moet met de lift, denk ik. Ja, nog op de lift. En... yes. In case it's not already obvious, long falls don't kill you. Oké, we kunnen nu gewoon naar buiten vallen. Hoppakee. Kijk, daar zijn we dan. Daar ligt zij. Moet je gewoon doorrennen? Ik denk het. 29 seconden daarvoor. Congratulations on purchasing your new Bullfrog brand hyper trousers. Caution, the maximum strength jump may shatter glass ceilings, windows and children, outdoor use only. Even proberen, zijn nieuwe broek. Hallo, ik ben Arjan en welkom bij een eerste indruk van Gunpoint. Dit spel is gemaakt door een journalist, volgens mij. Die altijd voor games heeft, gamejournalist volgens mij. Die altijd dus heeft geschreven over games en er nu zelf een gemaakt heeft. Hier hebben wij een... message systeem. Oké. Okay. Conway, this is Melanie Rook. Selena Delgado works for me. Do you have time to talk? I didn't kill her. I know. I just watched the footage. You walked right in front of a security camera on your way to Selena's office after the shots were fired. But the East Point police won't look beyond an easy conviction. That footage puts you at the scene and I have to turn it over to them. Why do you care? Selena was a friend. I want her real killer caught. In fact, I want him dead. But once he's in jail, he's in a jail cell that becomes simpler to achieve. I have to hand that footage over if I have it. Let's make sure I don't have it. I've wiped my copy, but my camera feeds get backed up to data centers in 5 different offsite locations. If you can wipe them all, you're in the clear and the police will have to find the real killer. Oké, dus we moeten 5, die camerabeelden dat ik daar bij die lift stond net, die moeten dus worden gewist en er zijn 5 backups. Die moeten allemaal opgehaald worden. Waarom kun je niet vanaf afstand bij wissen? If you could wipe it remotely, there wouldn't be any point in storing it remotely. Ja, dat is wel waar. Head to the DataSec facility at Port Heath. I'll make sure the front door is open, but you'll have to take it from there. En tot zover, einde bericht. Oké. Okay. Rook caught on camera. The footage of you at the murder scene has been automatically backed to 5 different locations. This is the closest. Get in there and wipe the data. Goed, een missie. Doen we. On the top floor of this building there's a bank of servers with a computer nearby. If you can get to that, you can wipe the evidence that you were at our offices when Selena was killed. Lijkt mij uitstekend. How do I get in? I've had one of our tech guys open the front door for you. Their electrical systems are hackable from here, but for obvious reasons, their servers aren't. How do I wipe the data? I see your record. This will be well within your abilities. Once you're in, the scrubber script I'm sending you will auto-wipe anything with today's date ending in .mp4. Got it. And start mission. Goed, daar gaan we dan. Oké, we kunnen een sprong... Oké, we kunnen zo springen. En hoppakee. Oké, we kunnen een klein sprongetje maken. En de grote. En waar komen we erin? Daar zeker.
Wat staat hierbij? Breakable window, stond dat er nou? Ik dacht dat er nou net stond een breakable window. Oké, okay, we moeten aan die kant. De deur is open, hè? Dat was het. Dat stond er nog bij, toch? Kijk, dit raam kan kapot, maar moet je wel behoorlijk. Kan ik niet springen vanaf. Nee, vanaf deze muur kan ik niet springen. Dus wij moeten vervolgens aan de andere kant naar binnen. Ja, deze deur is open. Oké, okay, nou. We gaan naar boven met de lift. Hier is niemand, hè? Daar moeten we natuurlijk zijn met dat vierkantje. Terug naar de. Oké, okay, dit raam kan kapot, hè? Zo zoek. Hopsakee. En dan gaan we daar naartoe en dan zijn we hier weg en hebben we dit gedaan. Alright. Goed. Violence, witnesses, noise, time. Oké. Okay. Good job. Thanks. Our feet are backed up at 4 more facilities. The others are slightly better guarded, but nothing too taxing. I'll give you the addresses in order of security, since, frankly, I have no idea how good you are. That's a slightly creepy level of micromanagement, but okay. You'll see a mission briefing for a job on Proudmoore Drive. Take it. Okay. Even kijken. The second backup from the cameras that caught you at the murder scene is on Proudmoore Drive. Get in, wipe the data, get out. Check. The Westfield facility has better security. My guy can open the front door for you, but the door to the server room is secure. Two guards working tonight, whoever's in the server room can probably open the door to it. So get him to do it for you. Isn't that kind of the opposite of a guard's job description? It is, but these guys spend more time dealing with electrical faults than professional spies. It shouldn't be hard to outwit them. Okay, uitstekend. Hij staat daar gewoon. Kan ik gewoon met hem praten? Ik moet op een guard springen om hem op de grond te krijgen. Punch. Punch. Get off. Oké. Okay. Hier gaan we naar beneden. En dat is de guard room. Daar moeten we zijn. Even zien. En nu? Dit knopje. Kan ik daar wel mee? Niet dus. Hack. Ik heb iets gedaan. Ik kan iets hacken. Een van de mailtjes. Swapping weapons. Even zien. Subject swapping weapons. Getting sick of saying this, so I'll keep it brief. All police issue firearms are palm print coded to their owner. If you take or borrow someone else's gun, it will not fire. We're seeing far too many snipers like Friday. Perps getting away because an officer's using a borrowed weapon or one stolen from evidence. If you lose your sidearm, which seems to happen more than I can fully comprehend, just report it. I'm waiving the fee for replacement. You need a gun that works, Mayfield. Oké. Goed, en nu? Kan ik met hem praten? Nee. Hier is dan een switch. Oké, die kunnen we uitdoen. Ah, dat is niet handig. Goed. Het licht moet uit, maar daarna. Even kijken. Wat zijn allemaal autosaves, hè? 3 seconden, 8 seconden, 13 seconden. 13 seconden.
Oké, okay. Handig. Jemig, dit is handig. Kan die deur dicht? Oké, okay. En punch. Goed zo. Een hek. En nu kan ik hier weg. Nu is de grote vraag of ik het ook had gekund zonder die gasten dood te maken. Maar vooruit, waarschijnlijk. Wel, heb ik alleen niet gedaan. Goed. Oké. Okay. Even kijken. To get into Alice Street facility, you need to rewire the building's electronics. If you don't have a crosslink, buy one. Requires crosslink. Ik kan 3 upgrades kopen. Bullfrog Jump Strength en Bullfrog Charge Uptime. Dat is mijn superbroek. Hier is de shop. Ik moet een crosslink hebben. Ik heb $85 en dit kost $80. Prachtig. Ik heb een crosslink. Nu kan ik verder. I can't open the server room door on Alice Street. And there are no guards working tonight. You have to do it yourself. How? Any building wired in the last 20 years put everything on a single power grid. The way things are connected is all handled in software, and software can be hacked. If you've got a crosslink, you can see all the connections and drag them around to work. However you want. Make a light switch, open a door, whatever. Oké, okay. Handig. Wat is een crosslink eigenlijk dan? It's just a mod for your phone that lets you hack into buildings, electronics and rewire stuff. Some security geek put it out in closed beta. The only people using it are espionage operatives and asshole kids. That doesn't seem like a great security feature. It's not. Anyone who's actually expecting a hacker puts all their important stuff on an isolated circuit. The data here is a backup of a backup of a backup. They are more worried about hard drive failures than spies. Got it. Start mission. We gaan het ding gebruiken. Oh vet. Kunnen we wisselen naar de crosslink. Deur is gewoon open. Oké, okay, nu snap ik het. Deze deur is dicht. Als wij zeg maar dit doen, dan hebben we nu het lichtknopje gekoppeld aan de deur. Vet. Oké, okay, hek. En dan. Dat was mooi. Hopsakee. Wegwezen. Oh, dat ging wel aardig makkelijk. Dat is wel tof bedacht, zeg. Nou, mooi. Continue. The next terminal is unlockedly closed. By the way, be careful with power sockets. They'll emit a shock if you crosslink something to them. Power sockets. Dus op stopcontactjes moeten we even voor oppassen. Oké, okay, perfect. Heeft ook nog eens weer $50 op. Hier zijn guards. Oké. Okay. Goed. Als ik jullie afga, heb ik hem dan doodgemaakt? Misschien niet. Oké, okay, dan nu naar boven. Oh shit, ik dacht die deur dicht stond. Maar die was open. We gaan 5 seconden terug. Perfect zeg dit. Oké, wat is dit voor iets? Een handprint scanner. Only the guards can use it. Oh jemig, hoe zit het nou? Kan ik ook gewoon naar boven crosslinken, vraag ik me al af. Ja, dat kan. Oh, nu heb ik de crosslink verwijderd. Oké, okay, ik zit echt even te denken wat we nou moeten doen. Die deur moet dicht eigenlijk. Zo. Deur dicht als ik naar boven ga, kan ik hier rustig rondlopen zonder dat die bewaker mij ziet. En nu? We kunnen ook het licht uitdoen. Even kijken, als we dat doen,
Oh, het licht is niet uit. Wacht even. Je moet het natuurlijk nog wel uitdoen. Zo. Hoppakee, pak ik slaan. En wegwezen. Hekken dit ding. En ready. Dit is wel echt leuk bedacht. Goed. Nu kan ik hier niet uit. Maar niet getreurd. Dan kun je natuurlijk altijd het lichtschakelaartje koppelen aan de deur. Zo. Handig ding zeg. Cool. Oké. Last one and you're clear. The dataset plays on Gershwin and Forth is the biggest and most heavily guarded. But after this, there'll be no evidence linking you to Selena's murder. Oké, dus dit is de laatste. En dan zijn we van het gedoe af. This is the last facility with a copy of the footage. But it's stored on three different servers. You need to get to three different terminals and hack each one. Oké. Are you seeing anyone about your backup addiction? Well, you never know when a suspected murderer is going to try systematically erasing them. Fair point. Good luck, thank you. En daar zijn we dan. In beveiligingscamera. Oké. Eens kijken, want waar zijn die dingen? 1, 2, en dan waren er nog, was er nog één toch? Oh, 3. Oké. De grote vraag is, krijg ik, want hij ziet mij. Dit ding moet uit, die camera. En die deur moet open. Dus we hebben hier een schakelaartje. Even kijken, die. Kunnen we doorlussen? Oké, ik ben benieuwd of het gaat werken. Camera uit en de deur is open. We hebben alleen nog een klein probleem, namelijk dat die man mij ziet zodra ik binnenkom. Dus, ik kan ook het licht uitdoen. Oh, hij ziet me dan wel. Oké, dus dat gaat hier werken. Goed. Dus, oké. Hier kan ik naar boven. Oh, dat is ook een guard. Wacht even. Oh ja, maar die guard die staat niet te kijken. Bam. Oeh, dat was niet handig. Goed. 5 seconden geleden. Ja, die is daar weg. Oh, wacht even. Als we nu dit doorschakelen. Kan hij daar niet meer weg? Is die ruimte leeg? Nou ja, zo komen we er wel. Die deur moet ook open, dan kan ik hem van achteren benaderen. Kijk, hij loopt nog niet meer verder, want die deur is dicht. Dus hij zal mij daar niet meer zien. De grote vraag is, hoe krijg ik hem weg daar? Oké. Eens kijken. Ik moet... Even zien. Oh, dat is moeilijk, hè? Ja, het moet donker worden daar. Ja, gaat die. Dat werkt dus niet meer. Jammer voor hem. Gaat hij nou heen en weer lopen? Hij loopt helemaal daar naartoe. En terug. Oké, nou, als hij daar naartoe loopt, pakken wij even onze kans. Ik ben benieuwd hoe ver hij door gaat lopen. Oké. Dit ding hacken we. Uit. Nu moeten we naar boven. Dat is lastig, want die man die staat daar nog. Kunnen we het donker maken daar? Dat is de grote vraag. Ja, dat kunnen we denk ik wel. Zetten we zijn schakelaar uit. En dan zetten we deze schakelaar aan die lamp. Oké. Hij gaat dat schakelaartje, gaat niet werken. Nu gaat hij nu weer lopen.
jemig. Als ik nog in de lift blijf, is niks aan de hand, blijkbaar. Het is met de bovenraam. Hier zit er nog wel aardig safe. Kijk, hier kunnen we gewoon een ding hacken. Niks aan het handje. Zo. Dan kunnen we natuurlijk ook gewoon proberen via de... Wacht even hoor, ik moet even een flinke klap maken zo. Oké. Okay. Ja, wacht even, dat ging niet goed. Kunnen we nou zorgen dat die licht weer aan doet? Nee, wacht, die gaat niet goed. We gaan hier naartoe. Wacht tot hij daar weg is met zijn pistool. Ik denk niet dat hij me ziet zo. Ik geloof dat ik het heel slim heb aangepakt, maar goed. Oké, okay. Goed. We hebben dit ding nog te hacken. Hop, en klaar. Nu kunnen we weg, behalve... Ik moet natuurlijk nog wel even de deur open doen. Zo. Nou, prachtig. Waarschijnlijk konden we dit slimmer doen. Maar het is wel mooi gelukt. Haha. Hopsakee. Well, I think that concludes our business. There's nothing left that links you to Selena's murder, so the East Point police are going to have to look a little harder. If they don't find him, I will. And if they do, I know exactly where he is. Ah, good. Goed. Collins. Innocent. Hi. Sorry to bother you guys. I don't know if this is the right place to post this, but I've just been arrested for murder and I don't really know anyone, so I use my one call to post this. Hope you can help, Katie. Requires wire jack. Die kan ik open. Geen idee wat dat betekent. Maar laten we het maar doen. Hi. Thanks so much for replying. No problem. My name's Katie Collins. I work at Rook, the gun company. And my friend Selena was killed last night. Someone saying they saw me there and all the security footage has been deleted. Oh shit. I know, I wasn't there at all last night, but I live alone, so I can't prove without the footage. What can I do? The person saying they saw me there is Melanie Rook's husband, Jackson. I don't want to get anyone into trouble, but maybe you could stop by his building and just see what's going on. What exactly do you need? He'll probably be in his office on the top floor. If you can get close enough to hear what he's saying, maybe you could listen in for a clue or something. Got it. Thank you so much. I hate to be a pain, but I really want to get out of here. It's scary. Goed, dus. Camera, daar willen we niet op gezien worden, dus wij springen daar maar even naar boven. Daar is hij. Daar moeten wij zien te komen. Gaan we dus doen. Deze deur is dicht. Dus, hoe gaan we daar komen? Nog even hoor, terug naar boven. When the lift arrives, this button will activate nothing. Ja, ja. Ik zou luisteren, ik moet daar staan, hè. Get in here to listen to Jackson's conversation. Hoe kom ik er dan in? Er zit helemaal geen raam in dit gebouw. Maar ik heb nog een... Even kijken. Oh, hier. Wacht. Ik zit even te kijken, wat heb ik nu? Is dit... Oh, wacht, ik snap hem. Deze camera kunnen wij koppelen aan
Deze deur, denk ik. Nee, niet. En die deur. Juist. Zo. Als ik nu in het beeld van die camera ga staan, wat waarschijnlijk niet heel verstandig is, maar vooruit, gaat die deur open. Oké. Okay. Er zijn verschillende kleuren. Die moeten we kunnen alleen aan elkaar koppelen, blijkbaar. Ja, en nu wirejack. Kijk eens. Oh, nu snap ik het. We moesten dit ding doen en nu kunnen we al die andere dingen crosslinken. Dus dat hacken blijkbaar. Nou, kom. Deur. Nee, wacht. Hup. Deur open. Hier naar boven. En dan kunnen we gewoon nog verder naar boven, denk ik. En dan kunnen we rest aan luisteren. No intact has this whole call recorded. Yeah, well, thank you, Captain Hindsight. I didn't know they were bugging me. You can't hear a bug, it's not the fucking 90s. Yeah, alright, I'll let you know. En nu? Nu weet ik genoeg? That's all. Zo, dit ziet ook cool uit. Oké, dan gaan we weer naar boven. Dan wordt het ding volgens mij geactiveerd als we daarin gaan. Juist. En nu? Nu staan we hier. Hek. From Katie to Melanie. Subject, what are Intex thinking? Hey Melanie, just a quick question. Sorry if I'm being stupid. You asked me to watch Intex purchase strategy and I have. I'm confused. They're buying the same set of materials we were last week in crazy amounts and I still don't see how they could ever be used in any legal firearm. I know you can't talk about your own plans, but can you shed any light on theirs? They're getting them slightly cheaper than us, by the way. I know you like to deal with Jackson's company whenever you can, but in this case we pay the high price for it. The only advantage I can see is that the contract says we could return it all for price paid, but presumably we... Oh shit, heb ik het gemist. Nee, ik weet niet wat er gebeurde, maar dan moeten we daar waarschijnlijk mee weg met die informatie. Er ligt verder niks meer, hè, wat we kunnen doen hier. Dan moeten we gewoon maar weggaan, denk ik. Deze deur is dicht. Kunnen we gewoon weggaan nu? Ik denk het wel. Contract complete. What happened? Did you hear anything? He says a company called Intex have an incriminating record of him. Whoa, there are main rivals, a big multinational company who just opened an office here in East Point. Any idea why Jackson would be saying that he shouldn't? Oh god, I don't want to think. I don't want to think it, but if he's trying to frame me, maybe he's involved with Selena's death somehow. We'll keep digging. Yeah. Any idea why they be recording Jackson's phone calls? Well, Jackson runs his own company, but it's a dummy company for Rook. Intex would definitely want to hear his calls. This is really messed up, but thanks for doing this. I think it's going to be a huge help. Okay. En dan hebben we dus twee missies die we nu zouden kunnen doen. Deze meneer Gessler, die heeft een pro nodig voor deniable ops work. Disgusting pay. En het gaat hier nog even verder met Katie. We kunnen dus weer twee kanten op. Ja. Leuk. Lekker sfeertje in het spel. En het muziekje al. Super relaxed. Ja, ik vind het leuk dit. Echt leuk. Ja, een beetje puzzelen, een beetje stealth.
Ik hou er wel van. Maar goed, ik stop er wel mij dus nu wel hiermee hoor. Ik hoop dat je het leuk vond. Duimpje omhoog is welkom. Deel met iedereen en ik zie je dan heel graag een volgende keer weer terug. Dit was een eerste indruk van Gunpoint. Bye bye.